Maar is daar hier in dit geval dan sprake van? Nou, kijk, als ik zie wat er is gebeurd... en nogmaals, ik heb met heel veel ambtenaren gewerkt... en de allergrootste zijn gewoon hele deskundige, loyale, betrouwbare mensen. Ja. Maar niet allemaal. Nee. En daar moeten we ook rekening mee houden. Nee, maar degene die dit ambtelijk advies hebben uitgebracht... dat is niet één, dat zijn er ook niet twee, dat is een hele batterij. En nou, ik begrijp ook de beste juristen... die zijn eigenlijk toch tamelijk eensluidend in hun oordeel. Namelijk, de juridische basis ontbreekt op dit moment voor zo'n noodwet. En ook Kees van der Staaij, die tegenwoordig bij de Raad van State werkt... die was precies een week geleden te gast in dit programma. En die zei, zo'n noodwet kan wel... maar dan moet er sprake zijn van overmacht en niet van onmacht. Ja. Ja, nou ja, kijk, ik zie ook wel die argumenten. Maar even wat jij zei in een bijzinnetje. Ik heb gehoord, hebben ook de beste juristen daar aangezeten. Ja, dat vind ik allemaal van die bijzinnen en van die suggestieve uitlatingen. Dat was geloof ik de minister-president die het zei. Of in ieder geval iemand uit het kabinet. Ja, nou, er zitten heel veel goede juristen bij. De minister bij, zelf trouwens, minister Faber. Er zitten heel veel goede juristen bij de overheid. En ik vind ook wel dat er nou een beetje wordt gedaan... alsof met die noodwet het hele land in de afgrond wordt gestort. Zo is het natuurlijk ook niet. Er liggen een aantal advies van ambtenaren. Ik zou zeggen tegen minister Faber... ga nou eens snel aan de gang, kom op met die noodwet... en ga wat doen en zorg dat die spreidingswet van tafel gaat. Ja. Ook nog even tussendoor. Ja, dit kabinet zit er inmiddels al wel een maand of drie. Zo langzamerhand, toch? Mm-hmm. Dan zou je zeggen, als er echt sprake is van spoed... dan had die wet er al lang moeten zijn. Misschien is hij er ook wel. Nou, want de minister-president zei... we hebben het er nog niet over gehad in de ministerraad. Maar dat is wat anders. Maar dan kan die wet er wel liggen. Alleen, ze hebben er nog niet over gesproken. Ja. En ja, ik zie het zomaar gebeuren. Ik heb kennis gemaakt met een aantal bewindspersonen. Ja. En die vind ik bijzonder daadkrachtig. Zeker vergeleken met de voorgaande kabinetten die we gehad hebben. Dus ik zou zeggen, doorgaan. Ja, maar weet u toevallig of die wet er stiekem al ligt? Nee, weet ik echt niet. Nee, zou u het anders zeggen? Ja. Waarom niet? Ik vind dat dat zou een grote plus zijn voor het kabinet. En ja. Ik hou ze wel in het zadel. Maar ja, aan de andere kant, als je al drie maanden bezig bent... dan had het in elk geval ook al in de minister...